koken? Ja. Ja, mama op hakken ook, hè? Ja, ja dat klopt. Wow. Goedemorgen, het is donderdag en het is pakjesavond. En daar hebben we zin in. En Sarah heeft ook Sinterklaas zo op school. Dus als ze even opschiet met eten, kunnen we gaan, dame. Verder zijn we klaar. Oh, en ik moet zo weer krabben. Oké, dit is echt een drama. We krijgen dus gewoon de auto. Dus we krijgen het gewoon bijna niet afgepakt. Ja, dus Blauwe staan aan, Marco heeft de antivriesspray buiten. Ik ben de voorruit nu met ruitenwisselen proberen. Maar het gaat er gewoon bijna niet af. Het is zo vastgevroren. Ja, ondertussen. We hadden al weg moeten. Ja, nu, maar we zijn al een kwartier bezig. Helemaal nergens op. Sarah, doe eens zo op jouw raam. Beetje melk. Ja, doe eens vreten dan zo. Op je raam kijken. Oké, nee, dat is ook wel aardig. En die blauwe staat ook op het hardst. Goed deze ochtend. Ik moest even wat bij de buren brengen en ik wilde een muurtje overstappen en ik had al gezien dat het heel erg glad is, want het is heel de ochtend glad. Dus ik heel voorzichtig goed vasthouden, maar alsnog, ik gleed met mijn hand weg en ik kom met mijn scheen, ik weet niet of je het zo goed ziet, op dat muurtje terecht. En dit is mijn huid van buiten, maar echt op steen met je scheen klappen, geloof me. Mijn been doet zo verschrikkelijk veel pijn op dit moment. Maar goed, mam live, ik moet twee pannen soep maken, dus ik ga mijn best doen. Ik ga even de kip in de pan, dat moet even een tijd koken. Want ik maak kippensoep en ik maak bruine bonensoep. Maar even beginnen met de kippensoep. Kip is lekker in de pan. En ook gelijk begonnen aan de bruine bonensoep. Deze moet aan de kook komen en mijn scherm slaat lekker. En dan kan de rest erbij. Deze is zo klaar, die andere, daar ben ik nog wel een paar uur mee bezig. Zo, de bruine bonensoep is klaar. Kippenbouillon staat af te koelen. Dan als ik zo terugkom kan ik de kip gaan snijden en plukken. En nu Sarah uit school ophalen. En ik wilde met de fiets, maar echt, misschien doet het zo'n pijn. Ik probeerde weg te fietsen en dat ging gewoon niet. Lopen gaat iets beter. Ik heb wel pijnstillers op, want het doet zo'n pijn. Maar goed, even mijn blije Pietje ophalen. We zijn weer thuis. Nu de kip uit de pan aan het halen. En dan ga ik die zo even dus plukken. En alles koken. En dan moeten we hele lekkere kipsoep krijgen. Hele stukken kip. Ik heb echt veel kip. Maar ik heb natuurlijk ook veel eters. En zeker mijn familie. Dat mijn vader en mijn broertje. Die zijn er ook. En het zijn echt grote eters. Ik ben best wel een grote eter. Nou, dat weten jullie natuurlijk. Marco wisselend. Maar ik denk vandaag wel. Die kan ook echt wel een hele grote eter zijn. Nou, mijn opa tegenwoordig niet veel meer. Mijn moeder gewoon gemiddeld. Denk ik, nu tegenwoordig. En nou, mijn schoonvader kan trouwens ook wel redelijk eten. Dus ik moet wel echt veel hebben. Even die heel even scheppen. Het is zo lekker, het is zoveel werk, maar het is zo lekker als het af is. Kijken dat ik geen botjes meer in de pan heb of zo. Ik had dat een keer, als de kip zo uit elkaar gekookt, had ik stukjes brood nog in de pan. Dus tegenwoordig kijk ik hem altijd heel goed na. Maar volgens mij is deze echt perfect gekookt. Ja, jij wil ook, hè? Maar dit is niet voor jou. Jij krijgt zo de gekookte zintjes, die vind je heel lekker. En aangezien... Oh. Ik film met een heel stuk en ik kom er nu achter dat ik niet opnemen had gezet. Dus heel verhaal voor niks.
Wat zei ik? We zijn nu redelijk klaar. Ik ging net even op de bank zitten. Wat lief doe jij mijn schoenen voor me uit. En mijn been is ook dikker aan het worden. Hallo, moppie. Mag je naar je been kijken? Ik ben heel zenuwachtig. Ja, ik ga niet mijn broek weer uittrekken. Au, au. Niet aanzitten, mop. Niet aanraken, alsjeblieft. Het doet echt heel veel pijn. Je kan het ook zien. Dit been ziet er veel groter uit dan deze. En hier staat mijn broek. Hier zit het pleister ook helemaal doorheen. Maar echt, het zwelt helemaal op. Dus ja, ik heb zoveel mogelijk gedaan. Marco kwam net thuis, heeft nog een beetje geholpen. Het eten staat hiervoor klaar. Maar ja, het is ook wel fijn om de kamer dan gewoon klaar te hebben staan en zo. Toch even een doekje overheen. En nu... En ik ben lekker aan mama's haar aan het. Ja, je bent een gek kind. En nu ben ik er gewoon helemaal klaar mee. Dus ik ga gewoon zitten. Over 5 minuten kunnen... Ik had gezegd, probeer allemaal wel echt rond 4:30 te zijn. Dus dat is over 5 minuten. Omdat ik niet weet hoe laat ze komen. Maar ik denk niet voor 4:00. Maar als ze, stel ze zijn er om 4:00, dan zijn we er allemaal natuurlijk. Dat is wel zo handig, hè? Dus Marco zegt nu, ik wilde me ook gaan omkleden net. Maar ik ging de trap oplopen. Ik denk, dit doet zo'n pijn. En die broek uit doet pijn. Alles doet pijn. Ik denk, weet je wat, later. Echt, ik ga me gewoon helemaal niet omkleden. Dus ik heb me gewoon alleen even opgefrist. En ik vind het prima zo. Mijn haar zit niet. Mijn make-up zit er nog een beetje soort van op. Ik heb er gewoon even geen zin in. Geen behoefte aan. Dus ik blijf gewoon lekker even zitten. Ik heb mijn benen omhoog. En ik sta ook in die scherp, zie ik. Dus ja. We gaan het zo zien. Ze hoopt ook nog al de Sinterklaas te spelen. Kijk. Oh, wat is dat? Ja, je lijkt ook niet... 3, 2, 1... Zo, Sarah. Oh. Ik heb hem. Oeh, kijk eens. Je oom nog maar 1 liter. En jij hebt 3 keer dezelfde. Nou, Orlando heeft pech. En Sarah is de speler links van de serie. Jij mag dus de opdrachten, mag je er eentje uitkiezen. Moet je ze goed lezen, welke het leukst is. Nee, deze kijk maar voor. Beeld een Sinterklaas liedje uit zonder te praten of te zingen. Oh, dat is wel leuk. Let's see. Ja, dat is wel wat vanmiddels. Oh, ik denk dat ik het weet. Zing het op de soda. Nee. Toch iets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. Oh, meet de tekst niet zo goed. Dus als ik zing, kan die meedoen. De smid moest toen lachen en plakte zijn band. Nou, het hele proces, hè? Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. Nou, vinden we het goed genoeg? Klappen dan voor oom. Voor wie dat is? Orlando. Oh, die is naast. Piet. Oh, papa Piet. Piet? 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 Mag ze wel gewoon naar Piet? Piet, kom lekker zijn, Piet. Dit is een mooi. Oh, ja? Oh, vader, die is zo mooi. Ja, dat is oom. Hé, dat is je oom. Ja, dat houdt me goed in de gaten. Die oude jaren nog steeds. Zeker. Heb jij wat kleding? Ja, weer. Oh, wauw, die is leuk. Die wilde je ook, hè? Dat is een soort schooldagboekje wat je elke dag kan invullen na school. Dat is mooi. We hebben foto's in doen. Dan kan je elke dag, die had je op je lijstje, toch? Hoe je dag was op school. Kijk. Wat leuk. Dan kan je invullen over je dag op school. Weet je het nog? Ja, had je op je lijstje gezet. Super. Wat goed schoentje alles gekregen van die beste Sint. Spannend. Niet dat het van mijn spannend. Oh jee, dat is leuk. Lijkt wel op een je kan het toch? Wauw. En hoe doen we het niet met jojo's?
Draaien. Draaien als in Miraculous, hè? Ja, dat vind ik altijd zo leuk. Hoor. Ja, dat snap ik, maar ja, dat vindt mama niet zo leuk. Ik vind alle kleuren mooi van de rainbow. Nou, paars is wel jouw lievelingskleur. En roze en rood sowieso. Roze en rood. Ik denk dat het allemaal Sarah is, hoor. En blauw, wit, zwart ook. Sarah, ik denk dat dat Disco Piet is. Je hebt nu een mooi stoel. Alles van rainbow. Nee, ik weet het al. Het is Grappig Piet. Dat zijn nee, precies. Gewoon normale pizza. Oh, 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 en daarom oh, heb je potloden zitten. Potloden? Hier een diamantje wat te los zit. Ja, dat is rijke Piet. Sarah staan. Wil je van de middel? Ja, een fan. Oh, daar hou jij helemaal niet van. Ja, nee. Je aan de vlogger. Ja. Ja, mama op hakken ook, hè? Ja, ja klopt. Die is haar. Hé, voor mij! Wauw, hé, Sarah. Sarah, jij zocht een jurk voor je kerstdiner op school. Ja. Ja. Wacht met de kerst, hoor. Ja, maar ja, Sinterklaas heeft het zelf gegeven, Zwarte Piet. Ja, zo leuk, dit was echt zo'n verschrikkelijk geslaagde Sinterklaas. Dus iedereen is echt helemaal, zeg maar, voldaan. Ik kan echt met zo'n voldaan gevoel naar bed. Snel even de Sinterklaas dingetjes opruimen. En dan kunnen we morgen even weer een paar dagen genieten van geefsiering. Voordat we aan de kerst beginnen. Ook even het laatste ding in de vaatwasser. Veel te vol staat. Yo. Zo, alles weer aan kant. Ik moet zeggen, lopen doet nog steeds zo verschrikkelijk veel pijn. Ik heb me echt, echt bezeerd vanochtend, zeg maar. Dus het is ook echt, echt een enorme wond op mijn been. Heel charmant zo, maar kijk alleen al deze pleister. Het loopt echt helemaal van hier tot hier. Ja, ik kan het denk ik ook een beetje, nee, ik kan het niet laten zien zo. Ik hou deze erop, want als er iets tegenaan komt, dan gil ik het uit. Dus ik ga even aankijken hoe het morgen gaat. Misschien als ik heb geslapen dat het al een stuk beter gaat. En dat ga ik ook nu lekker doen. Lekker mijn bedje in. Het is alweer weer te laat geworden. Bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat hieronder. Dat vind ik heel erg leuk. En dan zie ik je morgen. Doei doei.